Goedendag Power City. Het is zo'n voorrecht om weer over altaren te spreken. Wat bedoelen we daar nou mee? Ik wil daar iedere keer toch wel wat over zeggen. Omdat het niet een bepaalde religie of weer een lege handeling moet gaan worden. Maar deze tijd gaat er natuurlijk vooral om dat we dichter tot de Heer komen om ons voor te bereiden. Datgene wat God voor ons heeft. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ten eerste zie ik het in de Bijbel natuurlijk terug. En dat is heel erg belangrijk dat we daar een voorbeeld van hebben. Maar ik geloof ook dat zijn de woorden die God gesproken heeft tot ons. Als gemeente in het geheel, dus als lichaam van Christus. Maar ook voor Power City. Dat deze 50 dagen, de 40 dagen van Pasen tot Hemelvaart. En dan de 10 dagen van Hemelvaart tot Pinksteren. Gebruikt moeten worden om de achterstand in te halen die we de afgelopen decennia hebben opgelopen. En kracht te ontvangen, openbaring te ontvangen om dit nieuwe seizoen in te gaan. Want ik geloof dat onze wereld nooit meer helemaal hetzelfde zal zijn. En dat is helemaal niet negatief bedoeld. Ik geloof dat daar hele mooie en goede dingen aan zitten, bij zitten. Ik geloof dat als wij doen wat we moeten doen en dit serieus gebruiken om dichter bij God te komen, openbaring van Hem te ontvangen en kracht van Hem ontvangen, dat wij een seizoen ingaan waar we een grote oogst van zielen kunnen binnenhalen en veel meer invloed in de samenleving kunnen krijgen. Dat betekent niet dat alles roze geur en maneschijn zal zijn, maar ik geloof wel dat de kerk zal opstaan met de kracht wat God altijd bedoeld heeft. Maar dat hangt dus wel af van wat wij doen in deze tussentijd. Wij hebben dit altaren genoemd, of 40 en 10, de 40 en 10 dagen. Het gaat om de periode van Pasen tot Pinksteren. Nou, als wij naar de Bijbel gaan, dan zien we dat Jezus 40 dagen na de opstanding uit de dood, en dan de tijd tussen Pasen en de Hemelvaart, door Jezus werd gebruikt om nummer 1 zichzelf aan zoveel mogelijk mensen te laten zien als bewijs van de opstanding. En voor mij de conclusie is dat in deze dagen tot Pinksteren de Heer wil dat wij Hem ontmoeten. Een werkelijke encounter, een werkelijke ontmoeting met Hem hebben die van Zijn kracht bewijzen, van Zijn liefde voor ons. Het tweede is dat Hij onderwijs en openbaring gaf aangaande het Koninkrijk aan de discipelen. Die 40 dagen lang na zijn dood gebruikte hij om onderwijs te geven. En ik geloof in deze periode wil God ons onderwijs geven aangaande het Koninkrijk van God. En daar zal ik dus zeker meer over gaan vertellen. Nummer 3 was dat hij deze tijd gebruikte om hen de grote opdracht te geven. Om uit te gaan en het evangelie te gaan prediken. Om op zieken de handen te leggen en discipelen te maken. Dus de conclusie is dat in deze tijd wij een opdracht kunnen verwachten voor datgene wat we moeten uitvoeren na Pinksteren. Ik geloof dat God ons een openbaring gaat geven aangaande de opdracht die wij hebben voor na Pinksteren. De opdracht vanuit de Bijbel blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Maar ik geloof dat God ook heel specifiek tot ons zal spreken wat onze rol daarin zal zijn, zodat meer zielen binnengehaald kunnen worden. Het vierde is dat 10 dagen van Hemelvaart tot Pinksteren werden gebruikt voor gebed, om de leiding en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen en om deze opdracht, de grote opdracht die we net hebben besproken, om die uit te kunnen voeren. Ik geloof voor een geweldige tijd na de 50 dagen. Ik geloof dat we deze tijd kunnen gebruiken om de Heer te vragen, wat wil Hij van ons, wat kunnen wij doen? En wij kunnen in ieder geval bidden, wij kunnen aanbidden, wij kunnen vasten en wij kunnen geven.